Assembleelid André Misikaba heeft tijdens de begrotingsbehandeling van gisteren aandacht gevraagd voor de woningnood in Suriname. Hij werd hierbij ondersteund door diverse leden van de coalitie. Met name Celsius Waterberg, Patrick Kensenhuis en Rosalie Cotino zien graag dat er meer vaart wordt gezet achter het huisvestingsbeleid van de regering. Dit vraagstuk is volgens Misikaba het grootste probleem op dit moment. Hij roept de regering daarom op tussen nu en december het woningenvraagstuk op haar prioriteitenlijst te plaatsen. U zult de regering in een public-private partnership systeem, en de voorstellen zijn vaker gedaan, de voorzitter heeft heel concrete ideeën daarover gedeeld, verschillende momenten met de regering. De vraag is, hoe gaan we concreet invulling aangeven, zodat we niet 150 of 500 huizen of 1000 woningen bouwen per jaar, maar dat we 5000 woningen kunnen bouwen per jaar en zelfs meer. Dat we ervoor zorgen dat, dat we de markt losmaken. Dat we ervoor zorgen dat particuliere bouwbedrijven kunnen moven. Als ze grond nodig hebben, dat we daarvoor zorgen. Als de incentives die nodig zijn voor die particuliere markt. Er zijn zoveel particulieren die plannen hebben gepresenteerd en aangeven dat ze binnen zoveel tijd zoveel huizen kunnen bouwen, dan zeg ik die politieke regering, ik begrijp niet waarom zij niet hapt hierin en ervoor zorgt dat het probleem nummer 1 van de Surinaamse mens opgelost wordt. Misikaba scheen zijn licht ook over het beleid van de regering ten aanzien van kleine ondernemers. De parlementariër pleit voor betere begeleiding van kleine en middelgrote ondernemers, de zogenaamde KMO's. Ik vraag dat er een hele unit wordt opgesteld, gezet, als dat er nog niet is, van begeleiden. En laat het niet inderdaad blijven bij een politiek antwoord van de mensen worden begeleid in zijn algemeenheid. Maar dat we concreet ook in de praktijk, dat ik met een kleine ondernemer kan lopen naar HI. En ik het traject kan volgen vanaf die kleine ondernemer binnenkomt. Hoe die ondernemer wordt opgevangen. Ja, en hoe die ondernemer het hele traject wordt begeleid, de financiële middelen krijgt om die kleine business verder te ontwikkelen. Want we zullen het moeten hebben van die kleine en middelgrote ondernemingen. Assembleelid André Misikaba gisteren tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017. De volksvertegenwoordiger roept de regering op meer aandacht te besteden aan het huisvestingsprobleem in het land.